We gaan nu luisteren naar Ashley Bradley. Een nabestaande. En ze zal een voordracht voor ons houden. Goedenavond. Toen me gevraagd werd als nabestaande van Leslie Rahman te spreken tijdens de herdenkingsceremonie van 8 december, dacht ik in eerste instantie dat het makkelijk zou zijn. Het is immers een onderwerp waarover ik, als de gelegenheid zich voordoet, mijn gevoelens als nabestaande deel. Maar toen ik ervoor ging zitten, overvielen mij allerlei emoties. Het waren namelijk 15 mannen in de bloei van hun leven. Vaders, echtgenoten, broers, ooms, neven, vrienden en collega's die van het ene op het andere moment alle zijn weggerukt uit het leven. Ik ben nu in dezelfde fase van mijn leven waarin zij waren op 8 december 1982. En moest dus denken aan alle weduwen, kinderen en andere familieleden die het vanaf dat moment zonder hun geliefde hebben moeten doen. Het is vandaag al 38 jaar geleden dat onze helden op 8 december 1982 zijn gemarteld en vermoord zonder enige vorm van proces. Ikzelf was nog geen 2 jaar oud toen het gebeurde en woonde pas met mijn ouders in België. Het vreemde is wel dat ik me nog steeds na 38 jaar het gegil van mijn moeder kan herinneren toen we het bericht kregen. Mijn oma vertelde zelfs dat ze erna gewoon weer moest gaan werken en doen alsof alles in orde was. Een grove, brute onderdrukking. En dit uit vrees dat ze door niet naar het werk te gaan tegen de dictatuur in opstand kwam en misschien hetzelfde lot te wachten stond. Degene van onze familie die hier nog woonde, zijn dan ook gauw uit Suriname vertrokken. En het heeft heel lang geduurd voordat mijn oma zelfs op vakantie naar Suriname kon komen. Het trauma was groot en het verdriet niet of nauwelijks te verwerken. Ik heb op 8 december 1992 pas echt bewust 8 december herdacht. Ervoor weet ik wel dat de kerstboom elk jaar pas na 8 december werd opgetuigd en dat dit was omdat mijn oom op 8 december was vermoord. Maar verder werd met ons kleintjes niet echt over 8 december gesproken. Vooral omdat het nog steeds een gevoelig onderwerp was en iedereen emotioneel werd als we het erover hadden. Maar meer nog, uit vrees denk ik, dat we onze mond voorbij zouden praten en owee als het was tegen de verkeerde personen. Het enige wat ik toen dus wist, heb ik geleerd tijdens de geschiedenisles op school. En ik wist dat mijn oom Leslie Rahman en de vader van mijn neef Bram Beer beide bij de 15 waren. Later pas ben ik meer gaan lezen over de moorden en durfde ik ook vragen te stellen. Het moeilijkste moment vond ik toen de verdachtenlijst voor het proces bekend was. Daarop kwamen namen voor van mensen met wie je via je werk of vriendenkring in contact was gekomen. Hoe reageer je in gesprekken met Surinamers die allemaal vinden dat het al zo lang terug is gebeurd en wij nabestaanden het los moeten laten, die sluier van rouw moeten afdoen en verder moeten gaan? Hoe ga je verder als je weet dat de moordenaars nog vrij rondlopen en erger nog zelfs de hoogste functies in het land bekleden? Ik heb me vaker afgevraagd of de strijd van deze 15 en hun uiteindelijke dood dat allemaal voor niets is geweest. En hoe stel je op als nabestaande tegen iemand waarvan je weet dat hij er die nacht in het fort bij was als je ze in het dagelijks leven tegenkomt? Dit besprak ik met mijn neef, die niet alleen zijn oom, maar ook zijn vader heeft verloren, en vroeg hem: hoe ga je hiermee om?
Hij zei toen, Aishel, wij hebben niets verkeerds gedaan. Integendeel, het zijn de daders die zich zouden moeten schamen. Dus ik kijk ze in de ogen aan en hoop dat ze zien wat voor pijn en onrecht ze ons aan hebben gedaan. Maar dat is niet genoeg. Immers, we zingen zelf in ons volkslied, recht en waarheid maken vrij. Door de berechting van de daders en het daarmee eindelijk naar buiten komen van de waarheid, weten niet alleen de nabestaanden, maar heel Suriname, dat ze opkwamen tegen dictatuur en stonden voor gerechtigheid en vrede. Ik heb zelf mijn oom niet gekend en heb het dus moeten doen met verhalen van mijn moeder, oma en tantes. Zo vertelde mijn moeder ons dat mijn oma eigenlijk wou dat oom Leslie verder zou studeren in de richting van zijn biologiestudie. Maar hij had veel meer liefde voor de journalistiek en stortte zich met passie op zijn vak. Ook als perschef van C47 en als jonge vakbondsleider zette hij zich in voor arbeidsrechten en kwam hij op voor de positie van werkende Surinamers. Zo weet ik dat ook de anderen met passie en liefde hun beroep hebben uitgeoefend en hun roeping hebben gevolgd. Universiteitsdocenten, advocaten, vakbondsleiders, journalisten en ondernemers, allen niet wetende dat het hun uiteindelijk het leven zou kosten. Bij ons in de familie zijn we allemaal grootgebracht met een zekere moraal. Je mening moet je durven uiten. Je moet opkomen voor anderen en strijden tegen wat in jouw ogen onrechtvaardig is. Dit gevoel voor gerechtigheid is ons dan ook met de paplepel ingegoten en geven wij door aan onze kinderen. En dat is nou precies wat deze nationale helden hebben gedaan. Ze kwamen op voor onrecht, ze vochten tegen de dictatuur en streden voor vrijheid en gerechtigheid. Helaas wachten we nu al 38 jaar op gerechtigheid voor hun. We hebben geduld gehad bij het vooronderzoek, geduld bij de behandeling van het proces en nu weer geduld bij het verzet. Vele van onze familieleden hebben helaas de berechting niet meer mogen meemaken. In mijn onderzoek naar de 8 december moorden hebben de laatste woorden van Surinder Rambokus erg veel indruk op me gemaakt. En ik vind het toepasselijk en vind het vreemd dat het nu, nog 38 jaar later, nog steeds van toepassing is. Hij is toen geëindigd met een verkort citaat van Khalil Gibran, welke luidde: ik kwam om een woord te zeggen en ik heb dat nu gedaan. Wat ik heden in mijn eenzaamheid doe, zal morgen weer kaatst worden door de menigte. Wat ik heden zeg met één hart, zal morgen gezegd worden door 1000 harten. Het tijdelijke en verankerlijke oordeel laten we over aan u. Het historische oordeel laten we over aan de geschiedenis. Het eindoordeel laten we over aan God. Ik hoop dat mijn generatie wel het einde van het proces meemaakt en mijn kinderen aan hun kinderen een ander verhaal kunnen meegeven. Eén waarbij recht en waarheid overwinnen. Ik dank u.